Mother dear, I'm writing you from somewhere in France, hoping this finds you well. Sergeant says I'm doing fine, a soldier and a harp. Here's a song that we'd all sing, it'll make you laugh. We're gonna hang out the washing on the Siegfried line. Have you any dirty washing, Mother dear? We're gonna hang out the washing on the Siegfried line, 'cause the washing day is here. Whether the weather may be wet or fine, we'll just rub along without a care. Yo, top dat jullie weer kijken. Welkom bij Warriors 305 TV en de Seaford Highlanders of Holland Living History Group. Dit is de 11e vlog en ik ben bij Geert. Yo. Het is lang geleden. Door de corona hebben we elkaar een tijdje niet kunnen zien. Sinds de 9e vlog was hij voor het laatst en nu ben ik bij hem thuis. Ja. En kijk eens, wat een prachtig huis. Mooie kerk. En we gaan het vandaag met jullie over hebben over bepaalde uitrustingstukken. En hoe je moet beginnen om als je reenactor wil worden. Van wat je dan allemaal nodig hebt en wat je dan wel en niet kan gebruiken. We gaan ook een stukje van het terrein laten zien van een mooi dorp waar Geert woont. Ja, zeker. En dat gaan we eerst doen. Daarna gaan we het hebben over uniforms. Hier een mooi tafeltje. Daarna gaan we het hebben over uitrusting. Dat ligt hier. Hebben over een beetje personal equipment en alternatieven. Als je rantsoen wil maken of zo. We gaan ook een demo geven van hoe draag je het Engelse, Canadese uniform. Medic gaan we het ook over hebben, specifiek, want ik wil een medic zijn. En ik heb een snor. En die snor die gaat eraf. Hoe? Dat zie je allemaal in deze vlog, dus check it out. De kerk hoor je achter en we gaan jullie een rondleiding geven. En Geert gaat mijn bijstaan met de uniforms en uitleggen. En, altijd. Dus dit wordt een mooie vlog, we gaan het in delen doen. Want dat is gewoon veel leuker, kondigen we het leuk aan. En blijf kijken, dit wordt een leuke vlog, ik heb er kei veel zin in. Jij Geert? Ik zeker ook. Ja, is goed. Mijn zusje in de achtergrond ook. Ja. Die zit lekker broodje te eten. Zwaai even. En die is lekker hard aan het werk. Dus kei gezellig hier. Natuurlijk abonneren op het YouTube kanaal. Warriors 305 Seaford Highlanders. Of Holland Living History Group. Sorry, ik vind het moeilijk om uit te spreken. Dat is ook een heel lang woord. Een heel lang naam. Abeldoorns Oorlogsmuseum is onderdeel nu van de reenactment groep. We gaan er iets moois van maken. Dus like, abonneren, delen. Taggen wat je maar wil. En blijf ons natuurlijk volgen. Blijf kijken. Nou, we hebben het intro hebben we natuurlijk gehad. We laten nu een beetje het huis zien van Geert. Geert heb ik in de camera. Geert gaat jullie wat dingen vertellen. Het is een heel mooi... Wat is het eigenlijk, Geert? Het is een oude bakkerij. Ja? Weer 200 jaar oud. 200 jaar oud? Ja. Dat is wel heel bijzonder. Beste kijkers, ik ben er binnen geweest. En het is prachtig. Kijk, dit is onze Sherman tank. Miep, miep, miep. Oh jee. Miep. Dat is een Sherman tank. Doet hij het nog? Zeker. Ja. Ja, dit is die mooie kerk. Dit is je huis gewoon, hè? Also, boys. Dat is waar. Ja. En kijk hoe oud, mooi. Ik mag gewoon een beetje filmen, toch? Ja, tuurlijk. Ja. Dit is bakkerij. Leuk, origineel. Ja. En je vertelde mij dat je vader de sleutel heeft van de kerk. Ja. Maar daar kunnen we niet in, omdat het schoongemaakt is. Ja, door corona, want dan hebben we misschien een kerkdienst of zo. Dan mogen wij niet in. Kijk, hoe mooi. Kijk, en hier kunnen we mooi reenacten. Reenacten. Niet vandaag. Nee, dat komt voor de volgende keer. Maar de kerk is ook heel oud, 1300. Ja. Misschien kunnen we wel wat Duitsers regelen. Ja, dat zou leuk zijn. Dan schieten ze kapot. Ja, yeah, kom op de voorkant, is ook wel leuk. Ja, en kun je wat vertellen over de voorkant? Ja, nou, dit is zeg maar de winkel, heel het gaande stuk. Want dat was natuurlijk vroeger bakkerij. Er zat hier een deur. Ja. Dan kun je naar binnen om brood te kopen bijvoorbeeld. Brood kopen? Ja. Dus hij woont gewoon in een oude bakkerij. Uit 1869. Ja, waarschijnlijk is hij wat ouder. We denken dat hij 7 jaar later is aangebracht. Maar dat weten we niet meer zeker. Ja. Dat zou goed kunnen. Zo.
En ik ben natuurlijk binnen geweest. Jullie zijn hard aan het verbouwen. Kijk, hele oude melkbussen. Super leuk. Ik kwam hier aan en dan had je gelijk een oud bruggetje. We gaan natuurlijk daar vertellen over onze uitrusting en uniforms. Ja. Dus de rondleiding. En dan gaan we daarna gaan we een beetje de uniforms laten zien. En gaan we een stukje rondlopen in het dorp in uniform. Als we er tijd voor hebben. Kijk, de moeder die is. Ik heb peterselie geproefd, die is aan het tuinieren. Mm-hmm. En een hele oude waterpomp hadden jullie, hè? Ja, klopt. Kun je water pompen? Dat vind ik ook wel leuk om te laten zien. Ja, dat doen we ook wel. Ja. Ga je maar even filmen. Hij is toch prachtig? Oudheden. Oh, als je wat langer doorpompt, komt er meer water uit. Ja. Hij is prachtig. Sowieso. Nou, mooi. En dan hebben we hier, kun je hier wat over vertellen? Dat heb je mij verteld. Als je kijkers leuk vindt te vertellen. Ik zie al van die oude kettingen en oude tandwielen. Ja. Vroeger zat hier een aandrijving naar buiten. Ja. En dan ging die ketting zo omhoog. Ja. En onder de kop liep daar zo'n molen voor ja. Een paard. Om het deeg te mixen. Om het deeg te mixen. Ja. Dus dit is gewoon ambacht. Ja, klopt. Dit is gewoon... Ah, dat is gewoon mooi. Dus de bakker maakt ook zijn eigen deeg. Ja. Met een paard. En daar liggen onze spullen. Daar liggen onze spullen. Die schuur is ook oud. Die schuur, ja, die is zeker. Die hoort bij het gebouw, hè? Ja, klopt. Nou, dan gaan we even de schuur bekijken. Heel mooi achtergrond voor onze vlog. De vlog is al begonnen. We laten even een rondleiding zien. En dit is de oude schuur. Hier sleutelt zijn broer haar motoren. Dus, en daar ligt de fiets die ik op gereden heb, die ik Geert gedoneerd heb. Nou, en dat is gewoon fantastisch. We gaan hier heel vaak zijn. Gewoon en, bakelieten lichtknopjes, origineel. Dan zie je ook heel veel Duitse bunkers, hè? Ja, klopt. Dit soort types. Dat is wel grappig, ja. Ja, dat is grappig. Ja, maar ook die oude luiken, is prachtig. Ja. Nou, we gaan een rondleiding... Oké, we gaan de rondleiding gaan we afsluiten. En ik heb natuurlijk de binnenkant gezien. Het is prachtig, dat laten we niet zien. Dat is een beetje aan de verbouwing. Het wordt helemaal gerestaureerd. En in de toekomst zullen de Reenactment groep hier vaak zijn voor misschien een barbecue. Sowieso. Ja, we zullen hier veel... Het is een mooi dorp om onze Reenactment groep te promoten. En verdere vlogs te maken. We gaan ook... Kom ik hier nog voor de metaaldetectie, want jij had een plek gevonden waar we niks over gaan vertellen. Waar vlaks neer hebben gestaan, we gaan er geen locatie over geven. Dat gaan jullie allemaal nog zien. Dus we komen hier wat vaker. Ja, het is gewoon een mooi terrein. Even zo'n close-upje. De kerk op de achtergrond. Nou, wij gaan nu beginnen met de uniforms. Uitrusting en dan de demo van hoe je een uniform draagt. Kijk, hij heeft zelf kippen. Ik heb slechte ervaring met hanen. Ik ben zelf ook een haantje, dus... Nee, dat knippen we niet uit. Maar deze leggen ook eieren, dus we kunnen ook hier een keer onze tenten neerzetten. Onze Engelse Tweede Wereldtent en dan kunnen we gewoon eieren bakken. Toch? Ja, zeker. Of een kip bakken. Ja, een kip. Zielig. We kunnen ook een kip bakken. Dat zijn lieve kippen. Nee, dat zijn lieve kippen. Nee. Heel mooie natuuromgeving. Lekker een zithoekje, we kunnen hier een keer... Misschien kamperen, toch? Oh, ja, misschien wel. Nou, Reenacten. Nou, ik ga nu de vlog afsluiten en we gaan het hebben over uniforms. En Geert geeft het voorzetje. Geert gaat daar alles over vertellen. En ik sta Geert bij eventuele aanvullingen. En daarna ga ik het hebben over uitrusting en equipment. We gaan het gewoon samen doen en daarna gaan we ons omkleden. Want we hebben gewoon onze normale kleren aan. Dus, ja... Heel veel dingen zien jullie al aan de tafel van het museum. Het Apeldoorns Oorlogsmuseum, Warjester 05. Dat heb ik expres meegenomen om daar extra aandacht te geven, overal over deze man. En hier zie je mij in het museum staan. En dit uniform is dit uniform. Daar gaan we aandacht aan geven, want we remember, we herdenken. En ja, we gaan gewoon lekker beginnen. Dus blijf kijken. Het woord is aan Geert. Welkom terug, we gaan het nu hebben over de uniformen. Ja, als je wil beginnen met Reenacten, moet je natuurlijk ergens beginnen. Dat kan je het best doen met gewoon een leeg jasje kopen. Er zit meestal gewoon een broek bij.
En later kan je natuurlijk, net zoals ik, gewoon nog de emblemen opmaken. Ja. En de emblemen, daar wil ik nog wat over vertellen. Dit zijn de Shalde titles. Hier heb ik een mooi voorbeeld, dus mijn jasje. Shalde title wordt bovenaan, divisielapje en je rang. Geert is onze private in de Renekmet groep. Ik ben een landskorporaal, ik heb 1 streep. En hij begint als private. Dus dit wordt zijn jasje. Hij heeft zijn insignes vandaag binnengekregen. Ja, klopt. En wat ligt er naast jouw jasje, Geert? Dit is voor net gelegenheden. Dat draag je onder je uniform. Gewoon met stropdas. Ja. Hoor je pet erbij. En dat blouseje, dat draag je met de bovenste knoop los. Ja. Ik help Geert een beetje om het te vertellen. En dan hebben we hiernaast hebben we onderkleding, bijvoorbeeld een warme trui, want het kan natuurlijk best wel koud zijn. Dat kan je gewoon natuurlijk onderdragen. Voor het gevechtsuniform, als je gevechtsuniform draagt, dan draag je een trui of een ander soort lange trui. Die hebben we hier nu niet liggen, die hebben wij niet. Ik draag altijd deze. Geert moet daar zelf nog een beetje achteraan, over zijn onderkleding. En, snap je? En, en dan heb je je bovenste knoop heb je van je jasje heb je dicht zitten. Als je in je gevechtsuniform loopt. En bij het nette tenue dan draag je, bij de C4 draag je een zwarte stropdas. En bij de andere eenheden groen. Wij hebben er niet zo heel veel weet van. Maar volgens mij draag je gewoon groen bij de andere eenheden met een cakey blues. En dan gaan we verder naar de trousers, de broeken. En dan hebben we verschillende kleuren. En begin maar eerst bij de bretels, die heb je vast. Ja. Nou, als je broek krijgt, moet je natuurlijk ook bretels dragen, want het zijn best wel losse broeken. Je kan kiezen wel gewoon zulke soort bretels of echt die ze in de oorlog gebruikten, deze kleur. Ja, witte. Ja, en het is een optie, want je kan je ook je trousers kun je aan je battledress jasje vastmaken. Maar ik draag een bretels en jij draagt het niet, toch? Ik draag het gewoon aan elkaar. Ja, jij draagt het aan elkaar. Het is gewoon maar net wat je fijn vindt. Verschillende kleuren, Geert. Waarom zijn er verschillende kleuren? Weet je dat toch? Je kan natuurlijk gewoon echt voor de bretels gaan die ze echt hadden. De oorlog. En gewoon die zelf hebben. En over de broeken? Waarom hadden ze verschillende kleuren in uniformen? Ja, want dit is een Britse broek en deze is Canadees. Ja, elk leger, de Polen, de Britten en de Canadezen en de Tsjechen, hadden verschillende tinten battledress, verschillende tinten wol. En dit is Brits, dus wat lichter. Dit is Canadees. Dat zie je ook bij de jasjes natuurlijk. Zie je ook bij de jasjes. Dit is mijn uniform. Dit heet een Tarmo Shanter. Die gaat Geert ook dragen. De Schots, de Highlanders dragen een Tarmo Shanter. En dat is echt Schots, zeg maar Schotse uitvoering, de Highlanders. En draag je een, als je geen Highlander bent, draag je gewoon een baret, een beret. En die ziet er zo uit. En de para's, de Britse Airborne, die draagt een rode beret. En de tankers een zwarte beret. Die lijkt heel erg op de... die zwarte beret lijkt heel erg op de rode beret van de para's. Dat de tankdivisie draagt. En hier hebben we natuurlijk de Britse battledress jas. De Shalde titles West Yorkshire cap badge. Hetzelfde bij de Seaford. Seaford Shalde titles. En de cap badge Seaford. Dit is een divisie, dan heb je Polar Bear, infanteriedivisie, en heb je de rang sergeant. Dan gaan we nu een klein bruggetje maken naar oorlogs. En Geert, misschien kun jij er wat over vertellen. En dan heb ik het over de pet en over dit jasje. Weet jij het verhaal er een beetje van? Nee, dat weet ik niet. Moet ik dat even doen? Ja. Oké. Dit jasje heb ik gedoneerd gekregen van deze vrouw. Toen had ik nog het museum. En die heeft zijn vader gedragen in Nederlands-Indië. En er zijn kenmerken aan dit jasje dat het oorlogs is. En bijvoorbeeld deze knoop. Deze. Hier, dit is een Nederlandse insignes. En er werd heel veel doorgedragen. Dit lijkt ook gek veel op de Canadese versie.
Dat vind ik even leuk om aandacht te geven aan deze man wederom. Omdat deze man na de Tweede Wereldoorlog heeft gevochten in Nederlands-Indië. En wat bijzonder is, misschien kun je dat even pakken. De overjas van die meneer. Geert gaat het eventjes laten even. Die overjas die zat, kreeg ik bij dit jasje. En het is een Engelse overjas. En dan laat Geert hem eventjes zien. En dan gaan we de datering kijken. Zoom, ja, hele mooie overjas. Engels en de datering is 1941. Dus ze droegen na de oorlog droegen ze kleren en uniformen uit de Tweede Wereldoorlog. Dus dat is een mooi bruggetje. En dan vraag je natuurlijk af, ja, je hebt allemaal mooie jasjes. Maar als dit nat wordt, ja, dan ben je gewoon die sigaar, want dat is gewoon loodzwaar. En wat hebben we dan? Dat ligt ernaast. Dan kan Geert ook even bijstaan. Dat is een regencape. En dat is ook een goed alternatief voor de beginner Reenactor. Om een regencape te dragen. Kun je ook als grondcel gebruiken voor in je tent. Dat kun je natuurlijk dragen. Dan gaan we natuurlijk aan het eind trek ik verschillende dingen aan. En dan zet ik ervoor van welke uniform wat ik draag. Zet ik ervoor en dan komt er een... dan draai ik een rondje. Dan draait Geert zoals hij nu is. Heb ik dan mijn oorlogsspullen aan. En Geert ook. En dan dragen we de spullen. Snap je? De regencape, hoe dat eruit ziet. De overjas wordt dan gedragen, hoe dat eruit ziet. En dan hoe Geert net een rondje draait. Gaan we dat laten zien aan het eind. Oké, en dan over de handschoenen. Kan je daar wat over vertellen? Ja. Deze handschoenen zijn voor bij je gevechtsuitrusting. Bijvoorbeeld net zoals het jasje met de bovenste knoop dicht. En deze zijn voor meer officiële gebeurtenissen. Dus staan wat netter. Die staan wat netter en die horen bij de blues. Ja, althans zo draag ik het altijd. En dat is voor Private Geert een optie. En voor jullie ook. We hebben hier de nette schoenen. Die draag je zonder enkelstukken. En dan... Heb je broek, heb je zeg maar, niet zoals ik heb, maar heb je gewoon de overheen. Dan heb je de, wat is die schoen ernaast? Heet het allemaal boots. Dat zijn eigenlijk de legerkisten van het Engelse leger, Canadese leger. En dan draag je met? Beenkappen. Beenkappen, gaiters. Draag je die zo omheen. Dit is de cakey versie. Ik ga ook een, daar vertel ik dadelijk meer over. Ik heb daar een stapel liggen met allemaal webbing. Dit heet de webbing. Uitrustingstukken. Over Blanco ga ik een filmpje maken hoe je moet Blanco'en. Dat komt in dus vlog 11, dat komt in vlog 12. Ga ik het allemaal vertellen. Nu gaan we naar de uitrusting. En dan gaat Geert mij even filmen. Zo Geert? Ja. En nou, dan hebben we Geert heeft het goed gedaan en gaan wij het eventjes over hebben. Toch? Ja, top. Ja? Ja, we hebben net gekeken naar Geert over de uniform. Ik heb hem bijgestaan, een beetje geholpen. We gaan het hebben over uitrusting. En we hebben dingen van Geert tussen liggen en dingen van mij. Waar gaan we beginnen? De helmen. Ik moet even naar de andere kant lopen. Helmen, je hebt verschillende types. Medic, dit is mijn Medic helm. Die heb ik zo zelf gefabriceerd. Vond ik leuk om te doen. Ik vind hem zo, vind ik hem leuker. Mijn Medic helm. Ik ga dadelijk ook een rondje draaien, ga ik dadelijk. En dan heb ik heel mijn uniform aan. Staat je goed, Barry. Dankjewel. Armbandje. En die armband die ga ik ook omzetten. We hebben een originele Medic helm, alleen de kinderriem, dat is na oorlogs. Maar dat is 1941 komt die uit, die heeft altijd in het museum gestaan. Zo kan die er ook uitzien, maar Medics deden dat meestal zelf verven. Dus dat is, als beginner Reenactor wil Medic doen, dan is dat natuurlijk leuk om je eigen helm te verven. In plaats van zo eentje te kopen. Deze hou ik in mijn verzameling, die zal ik niet dragen, want ik vind het leuk om mijn eigen gemaakte helm te dragen. Ik heb natuurlijk Geertse helm, daar ben ik zo verliefd op. Dus als die hem ooit gaat verkopen, dan ben ik de eerste die biedt. Nou, het is gewoon een hele mooie helm. Ik vind hem een hele mooie helm. Even die datering, daar staat hij. 1940. Dunkirk, hè? Misschien daar gelegen, een beetje zand hier. Wie weet. Wie weet.
Ja, het is een hele mooie helm. Zeker niet weg doen. Mooi gewicht. Ja. Dus prachtig, prachtig. Origineel. De Geertse helm. Vroeg oorlogs zal ik adviseren een Brody helm, dus een Brody. En laat oorlogs, wil je laat oorlogs doen, dan kan ik adviseren een Turtle. Maar een Turtle vind ik lelijk staan. Kijk maar hoe lelijk het is. Ik vind mij niet staan. Ja, je staat een beetje te groot of zo. Ja, hij is te groot voor mijn hoofd. Ik vind het niet staan. Deze is trouwens overigens in Apeldoorn achtergelaten. Die heb ik gekocht voor het museum van de tentoonstelling, ging helaas niet door. Prachtig helmpje. Verzameling, maar niet voor op mijn hoofd. we moeten dadelijk even heet water pakken, want ik ga me natuurlijk scheren. En dan vertel ik je zo. Dan hebben we hier uit 1943 een stofbril. Waarom vertel ik dit? Als je in een Willy Jeep zit en de raam is naar beneden en je zit achterin, krijg je allemaal zand in je ogen. Dus voor de beginnende reenactor adviseer je, als je ooit kennis hebt met een Willy Jeep en je gaat ooit in de Jeep zitten, neem alsjeblieft een stofbril mee en doe geen zonnebril op. In de oorlog droegen ze bijna nooit een zonnebril. Ik ken een Instagram account en daar wordt een grafiek neergezet van hoeveel procent nou een zonnebril droegen. En dat is volgens mij 30% van de soldaten droeg een zonnebril. Dus wil je historisch correct zijn, draag gewoon een stofbril. Heb ik hier een nijzetje. Die heb ik gewoon bij in mijn small pack. Dus een small pack is mijn rugzak. Ja, die ga ik daar inpakken. Laat ik ook zien. Mijn nijzetje is wel na oorlog, maar wel Brits. Die heb ik bij omdat soms gaan de knopen kapot of gaat hun broek. Kan gewoon gebeuren in het veldwerk. Is altijd handig. Dus daarom kom ik bij. Elke reserveveters, die hoort eigenlijk hierin, maar heb ik vergeten. Dit is een kop en die heb ik gewoon bij om soep op te koken. En dan heb ik hier een brandertje. Er ligt daar nog meer spul. Kan je zo opzetten, een blokje hierin en dan kan ik koken. Deze kan ik ook opzetten, maar dan gaat de verf eraf en dat vind ik gewoon zonde, want deze is origineel uit de oorlog en dat vind ik zonde als die de verf eraf gaat. Dus daarom heb ik deze kop extra mee in mijn small pack. Dus die leg ik even terug. Hebben we hier mestingbakjes. Goed alternatief, meestal zijn de oorlogs helemaal geroest. Kun je net zoals dat wat ik niet zie met die brander, kun je hem erop zetten, kun je eten maken, bestek. Je kunt er ook gewoon een bepaald bestek uit je la pakken, maar ik heb bestek in elkaar, dat vind ik gewoon fijn. Heb ik hier doekjes, want soms zijn die dingen heet, dus kun je gewoon zo pakken om af te drogen als je op een kampement bent. Je ziet ook spullen hier liggen op deze tafel, wat niks met het video het over te maken heeft, maar dat is mijn persoonlijke ding. Ik heb gel altijd bij, ik wil altijd dat mijn haar leuk zit, ik hoef dat niet, ik heb mijn haar kort, het is gewoon gel. Ik denk dat ik die boorden commentaar op krijg, maar ik heb het ver onderin in mijn smallpack liggen dat niemand het ziet. Ik heb ook een spiegel. Veel soldaten hadden wel spiegeltjes bij zich, maar deze komt gewoon uit een auto. Dat is een goed alternatief om toch even je te scheren of kijken hoe je haar als je 's ochtends wakker wordt bij het kampement. Als je haar maar goed zit. Ja, precies. Maar als je 's ochtends dan wakker wordt en je moet je scheren, want een Britse soldaat moet er goed uitzien. En dus het is een goed alternatief om eventjes te kijken van heb je hier al goed geschoren. Als ik een authentieke vintage spiegel kan kopen, dus een oude model, dan doe ik dat. Maar ik heb nu dit. Dus dat is een tip voor de reenactors. Een spiegeltje is wel handig. Heb ik hier een waskom, zo'n kunststof ding, om mijn mestings te wassen. Ik had niks anders. Als ik naar een groot evenement ga, dan heb ik een Amerikaanse binnenhelm bij om mezelf in te scheren, dus dan heb ik dit helemaal niet nodig om af te wassen. Dan doe ik het gewoon hierin. Zal ik daar laten zien, want ik ga daar mijn snor eraf scheren. Schoenpoets zit ook in een small pack. Op evenementen heb ik deze bij, maar je kunt natuurlijk ook de moderne schoenpoets kopen voor thuis om je schoenen te poetsen. Dus dat kan ook. Bepakkingsriempjes voor mijn regencape om goed op te vouwen. De trench tool
zonder figuraal. Ik ben nog op jacht, dus als iemand eentje wil doneren, plaats een comment of bericht mij. De trendstoel die heb ik bij het Oorlogsmuseum 4045 in Arnhem gekocht. Hij komt uit 1945. Heb ik gekocht. Nou, mooi dingetje. Op mijn ding heb ik zo'n ding, dus kan hier ook hier tussen. We hadden het natuurlijk over de medics. Dan ga ik ook weer naar voren. Lopen. Dus mijn medic tas. Die zit verband niet uit de oorlog, want ik had op de airborne al de klas van blaren, dus dat is wel handig. Dit maak ik ook zelf. Schaartje. Mijn medic tas. Ik heb een small pack, die van het Nederlands leger vandaan komen, heb ik voor gekozen om dit erop te doen. Ik vind het zonde op een originele te doen. Maakt verder niet uit, want ik wil originaliteit van de Tweede Wereldoorlog wil ik niet verwoesten. Dus daarom ga ik deze niet onderkalken met een medic insigne. En wat zit hierin? Even kijken wat hierin zit. Allemaal. Oh ja, dus de naoorlogse webbing. Naoorlogse webbing. Dit laat ik zien van wat je vooral niet moet kopen. Ik ga het eens over hebben, die hangt even hierop. Vooral niet goed kopen. Hier ga ik het ook over hebben. Dat laat ik zo zien. Dan gaan we het hebben over. Heb ik dit een beetje gehad? Toch, Geert? Ja. Ik ga het nu hebben over een beetje personal equipment, army. Dit is een bayonet. Het is een bayonet. Een spike bayonet. Ik heb gekocht de Airborne. Een beetje aan het roesten, een beetje onderhouden, hè? Onderhouden mijn dingen niet goed. Dus die moet ik eventjes in het set zetten. Dus mijn pistoolholster. Hier heb ik mijn klappertjespistool zitten. Een rood kapje. Die kan er ook op. Een klappertjespistool. Een reenactment. Voor het veld. Leuk om erin te hebben. En heb ik dit gehad, dus dit leg ik even hier neer. Dan heb ik wat ruimte. En dan gaan we het hebben over personal equipment. Soldaten rookten ook, is een goed alternatief om pijp te roken. Hier gewoon pijptabak halen bij de sigarenboer. Een kompas is ook leuk om te hebben. Het is niet personal equipment, dat kreeg je gewoon standaard. Deze komt uit, heb ik verteld in vlog 8, waar ik deze gekocht heb. Hij komt uit 1941, ja. Komt er goed in beeld? Ja. En deze is in Beekberg of Eerbeek achtergelaten. Ik denk Beekberg, ik weet niet meer zo goed uit mijn hoofd. En toen kwam deze officier en ik heb hem weer gekocht. Het verhaal is in vlog 8 helemaal te beschrijven. Handig dat die vlogs er zijn. Want als ik het zelf niet meer weet, dan kan ik het terugkijken. Kun je het ook terugkijken. Dus het is leuk om in je zak te hebben als je die Engelse uniform hebt. Ik zal daar met mijn close-up, als ik mijn uniform aan heb, proberen te helpen herinneren dat ik dit aan mijn zak pak. En dat ik net zoveel door de kaart lezen ben. Dus leuk om te hebben, leuk om te laten zien aan kinderen en aan mensen die willen zien wat nou zo'n Canadees en Britse soldaat bij is vroeg. Fluitenkoord. Heb ik altijd. Om de privates, aan te laten dat ze moeten komen. Dus naar het fluitje, dan moet je eigenlijk een beetje... Luister, grapje. Daar worden wij niet zo vrolijk van. Hè? Daar worden wij niet zo vrolijk nee. van. Sigarendoos ook uit de oorlog. Heb ik volgens mij eerder over verteld. Ik rook namelijk ook sigaren. Vind ik leuk, bakkeliet. Mooi. En er zijn oorlogse sigaretten. Die kun je natuurlijk niet roken. Het is ook zonde om open te maken. Deze was al open. En deze heb ik in Duitsland gekocht. Lijkt precies op elkaar. In de oorlog roken ze namelijk geen filter en er zijn filterloze sigaretten. Originele sigarettenkoker heb ik op de kop getikt, want ik rook graag, Geert rook niet. Dit zijn de sigaretten uit dit lege pakje. Lijkt er sprekend op. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat je dan moet gaan roken. Dat moet jullie niet doen. Maar ik zat natuurlijk zelf ook te struggelen met wat mijn handen met sigaretten. Een aanstekertje, een lekker strijk, ook uit de oorlog.
doet het wel, maar volgens mij is het gas op. Heb ik hier een zakhorloge. Ik draag namelijk een smartwatch. Geen Rolex draag ik, dat draag ik niet. En ik doe even een foto, doe ik afdekken. En dit is natuurlijk ook leuk om te hebben. Je kan ook natuurlijk een simpel horloge kopen, een beetje vintage horloge. Maar ik vind het leuk om dit te dragen. Dat is een zakhorloge. Ja. Leuk om een zak te doen. Een zakmesje, Engelse zakmesje. Natuurlijk leuk om te hebben. Blikopener, mesje. Heb ik ook verteld in mijn Insta verhaal. Leuk stukje equipment. Het is niet belangrijk om te kopen. Dus dit allemaal, die kompas en de bajonet en dit soort dingen. Je moet eerst gewoon je basis hebben. Je uniform, je broek, je schoenen, je hoofddeksels, je helm en je mestings. Dus dit, de basis moet je allemaal hebben. Dan kan je kijken naar personal equipment. Dus naar een pijp, een zakmesje, dus ook army. Maar het is niet nodig. Het is niet het belangrijkste. Hebben we hier natuurlijk de gasmasker. Hele belangrijke uitrusting. Hebben ze in de Eerste Wereldoorlog heel veel gebruik van gemaakt. Wat gifgas net zo uitgevoerd. In de Tweede Wereldoorlog hebben ze hier minder gebruik van gemaakt. Dus de Engelse versie komt uit, volgens mij 1944. Ik weet het eentje niet meer. Ja, soms, ik heb zoveel spul, ik weet het niet meer. 1942, sorry, excuus. 1942. Soms weet ik het gewoon niet meer welke datering wat is. Ik heb zoveel. Nu gaan we het hebben over... Maak een bruggetje naar vlog 6. Er was Geert ook bij met Tommy. Ja. Kan je nog herinneren? Zeker. Ik heb met John leren kennen. En dan gaan we het hebben over Delaware Trending. Dan heb ik deze schabloontjes gekocht. Dat vertel ik over in vlog 6. En het is natuurlijk leuk om je eigen rantsoen te maken. Er zitten magieblokjes in. Dat doe ik zelf. Van oude buismanblikjes. Of schoenen reparatieblikjes. Waarom doe ik dat? Omdat ik gewoon simpelweg het zonde vind om originele rantsoen mee te nemen. Dat is soms heel breekbaar. Daarom doe ik dit. Hier zit koffie in. Koffiepoeier. Dat drink ik op het kampement, want zonder koffie in de ochtend wordt het een beetje gek. Sommige mensen, ik word er niet echt heel gek van. Had ik net verteld over de brander. Je kan ook natuurlijk dit maken van oude knakborstjes, blikjes. Doe je het blokje erin. Pak je de misting. Doe je hierop. Kun je een paar takjes in doen en dan werkt het ook prima. Of je moet ook een lichaatje hebben zo. Dat kan ook. Natuurlijk leuk. Ik zeg niet, je moet het natuurlijk historisch correct doen, maar dat is natuurlijk een oplossing. Ik denk namelijk in oplossingen. En ben ik nog iets vergeten? En Geert gaat. Geert en ik gaan daar even heet water halen. Want dit is mijn toilettas, dat heb ik helemaal vergeten. Het is niet allemaal origineel. Ik wil natuurlijk een houten tandenborstel, want plastic hadden ze niet. Het kammetje is wel historisch correct. Blok zeep, want ze hadden geen Axe Deep Space, hadden ze niet. Ze hadden gewoon een zeepblok. Dat heb ik gemaakt. Geert, jij hebt dit ook in je pukkeltje. Ja. Heb ik zo gemaakt van Geert en andere privates. Gemaakt. Een zeepblokje. Nivea cream hadden ze wel om je te scheren, maar ik vind Nivea crème om te scheren vind ik gewoon niet fijn. In vlog 8 had ik verteld over het scheermesje. Daar ga ik dadelijk mijn snor mee afscheren. Ja. Dan ga ik dadelijk met deze doen. Historisch correct. Want we zijn dadelijk historisch correct. En dan dadelijk een uniform maken. Tandpasta. Ik vind het gewoon zonde om originele tandpasta te gebruiken. En het is ook volgens mij niet houdbaar. Niet goed om dat te gebruiken als een sigaret. Daarom maak ik, wil ik zoveel mogelijk de originele verpakking vervangen. Dit zijn namelijk knakworstjes. Er zitten knakworstjes in. Die kunnen we zo eten. Ja, dan kunnen we zo laten zien hoe de brander werkt. En die maak ik zo. Die spuik groen, schabloontje erop. Lijkt oorlogs. Is natuurlijk leuk op het kampement dat je die blikken daar zo hebt. Is leuk natuurlijk om zo te doen. Gaan we dat doen. Ik heb asbestbranders bij. Ja, dan moeten we even de Amerikaanse helm vullen met heet water. Zeepje erop. Scheren. En dan kunnen we de uniform aantrekken. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik natuurlijk hebben over de webbing. De uitrusting, waar alles aan hangt. Dit is de naoorlogse versie. Dit is de koppelriem. De gaten in.
Dit kun je niet gebruiken. Ik kijk naar veel naar Engelse vloggers die dit zulke vlogs ook hebben gemaakt, zoals wij dat nu doen. Die ze vertellen van er zijn heel veel reenactors die deze gaten in de koppels hebben, omdat ze denken dat het op elkaar lijkt. Het lijkt niet op elkaar. Het lijkt wel op elkaar, maar de Engelsen droegen niet met deze gaten in. Probeer het zo goed mogelijk uit te leggen. Het kan allemaal. Deze daarentegen werd na oorlog ook gedragen, maar in de koloniale troepen, heb ik gehoord van een maat van mij, werd dit ook gedragen. En die draagt Geert van de koloniale troepen, werd heel vaak doorgebruikt. Dus dit hoeft niet per se na oorlog te zijn. Dit is, kan ook oorlog zijn, deze brandpouwtjes. Dus Geert, je uitrusting is hier. Die is namelijk gedateerd uit de Tweede Wereldoorlog, ook van die haken. Dus Geertse webbing. Ik heb velfles er niet aan. Dus mijn velfles, daar kun je uit drinken. Dus mijn webbing. Mijn brandpouwtjes. Er komt dadelijk een close-up van hoe we het aan hebben. Daar ben ik heel veel benieuwd naar. Dan wil ik een bruggetje maken naar de volgende vlog. Vlog 12, want ik heb Keki Canvas besteld. Dit. Moet ik jullie allemaal voor waarschuwen, beginnende reenactors. Dit lijkt in eerste instantie allemaal troep. Je wil beginnende reenacten. Je wil beginnen met deze hobby. Je kijkt op Marktplaats, je hebt een brandpouch nodig. Je hebt een koppeltje nodig. Je hebt L-straps nodig voor je pukkel. En je hebt straps nodig voor je webbing. Kijk op Marktplaats en alles. Je hebt bijvoorbeeld een brandpouch gekost, die is Keki. Zoek je een match. Dit lijkt ook Keki op een foto, want de foto's kunnen vals gemaakt worden. Dus het beste is natuurlijk om langs te gaan, maar sommige mensen die hebben geen vervoer of je moet het gewoon laten verzenden omdat de afstand gewoon te groot is. Maak je pakketje open en heb je van die straps gekocht, verkeerde kleur. Shit, denk je dan. Ik heb daar heel erg mee geworsteld. Dat is nu voorbij. Ik maak nu een soort van een beetje reclame voor Delaware Trending. Daar heb ik Keki Blanco gekocht. En Blanco is eigenlijk een soort van schoensmeer. Die zie je ook aan mijn tassen. Die schoenen Blanco. Dit is een normale standaard kleur, maar je hebt ook Keki Blanco. Dat is deze kleur. Dus dit is een beetje een RAF kleur, de Engelse luchtmachtkleur, een beetje blauw. Dit ga ik allemaal Keki maken. Dus geen uitrustingstukken, want deze, dit is mijn tas. En dan draag ik de schoenen Blanco tas met een Keki webbing. Ja, ik kan natuurlijk zeggen, ja, mijn tas was kwijt, ik heb gewoon een andere tas gepakt, want ze droegen... In Dunkirk droegen ze allemaal Blanco. En met D-Day hadden ze daar geen tijd voor. Hebben ze alles niet meer geblankoed. En na de oorlog weer wel. Het Nederlands leger ging wel weer blankoen. Dus heel veel naoorlogsspul, zoals dit is naoorlogs, is geblankoed en heeft een andere kleur. En werd in groene kleur gewoon shit. Dus dit naoorlogse L-strap voor je pukkeltje ga ik Keki maken. Dus deze zandkleur. En dan kunnen we het allemaal gebruiken voor de Tweede Wereldoorlog. Want wij dragen Keki uitrusting en elkaar geen Blanco uitrusting. Dat heeft de korporaal gezegd dat we Keki gaan dragen. Daar komt in vlog 12, ga ik jullie laten zien hoe je je webbing blankoot. Ik heb het nog nooit gedaan. Ik heb filmpjes gekeken, dus ik probeer het zo goed mogelijk te doen. Wees niet getreurd. In de beschrijving van de vlog 12 zeg ik precies waar je het moet kopen. Ik heb gewoon een berichtje gestuurd. Dan hebben jullie Keki Blanco. Ja, dat moest wel even besteld worden volgens mij bij Soldier of Fortune. Je kan ook rechtstreeks bij Soldier of Fortune Keki Blanco halen. Maar je kunt ook bij Delaware Trending. Want als jij geen, Mastercard of zo? Hoe heet dat nou weer? Creditcard hebt. Kun jij niet in Engeland kun je je boodschapjes doen. Dus dan moet je dat via Delaware Trending doen. Die heeft zaak met Soldier of Fortune. En dan kunnen ze een Blanco voor jou bestellen en dan betaal je dat en dan zendt Delaware Trending zendt dat naar jou. Dus dat wil ik even verteld hebben, omdat het een hele grote ergernis van mij was. Dan koop ik iets en dan heeft dat niet de goede kleur. Zoals je ziet, verschillende tinten. Dit is eigenlijk gewoon troep, maar we gaan het mooi maken. Zodat we het kunnen gebruiken. Zodat het allemaal Keki wordt, zoals deze webbing. Allemaal hetzelfde kleur. Dit was de introductie over uitrusting, uniformen. Bijgestaan door Geert, het Belgisch Peert.
Zeker. Dat is een grapje van onze cameraman, John. Ja, zo naar de cameraman. Ja, John, die gaat deze vlog ook kijken. Dat is een cameraman. Dankjewel dat ik op dit terrein deze vlog mocht doen. Prachtig hier. Dankjewel voor de gastvrijheid naar de familie De Jonge. Toch? Ja. Dankjewel. Daar wil ik een grote compliment aan maken dat ik hier mocht zijn. Dat ik deze mooie terrein mocht gebruiken. We gaan eigenlijk alles aantrekken. En laten we het zien. Dankjewel voor het kijken en blijf natuurlijk abonneren. We zijn nog niet klaar met de vlog. Ik kan het niet zoveel zeggen. Ik ben natuurlijk heel enthousiast. We gaan de vlog nu afsluiten, dit part. En dan gaan we dadelijk de uniform aantrekken. Hoi. Top dat jullie weer kijken. Ik ben wat net iets vergeten. En ik heb jullie iets beloofd. Ik ga jullie vertellen hoe je moet scheren. Historische wijze. Tweede Wereldoorlog. Dit is mijn toilettas, zoals ik net al verteld. Spiegeltje. Waarom het ook zo belangrijk is, ik weet natuurlijk niet weten of het mooi boy, is. Mooi boy. De originele scheermes. Gekocht, heb ik in vlog 8 verteld. Natuurlijk de handvat, elke keer uit. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Dit is een beetje roestig, dus die gooien we weg. En ik heb hier een nieuwe gepakt. Made in Engeland. Deze is echt uit de oorlog. Ik ga het originele scheermesje uit de oorlog ga ik scheren. Deze nog, is niet geroest. Let goed op of het niet geroest is, want je wilt natuurlijk geen ontsteking hebben. Dat is niet fijn. Dan doe je het mesje hier opzetten. Doe je dit kapje doe je erop. Ja, die doe ik er goed op. Op voor je klauwen, dat je geen steentje maakt in je vinger. Dan draai je dit er rustig op. Dat moet wel recht. Nou, ik ben er zo zenuwachtig bang dat ik een snee maak in mijn vinger. Ik heb een beetje trillen. Niet te strak. Het is natuurlijk bakkeliet. En je wilt natuurlijk als je te strak draait, dan scheurt dit en dat wil je niet. Dus als tip. Pak mijn scheerblokje. Heb ik mijn handdoek. Het is gewoon niet uit de oorlog. Het is gewoon van mijn moeder gejat. Dat wil zeggen. Deze handdoek. Doe je gewoon om je heen. Kun je je voorstellen, ik op een kampement. Dan wil je ze langs je heen. 'S Ochtends wakker worden. Koffie naast je. Tentje achter je. Willy's naar je langs en je zit gewoon lekker zo. Zit je zo. Of midden in de oren door die bombardementen hoor je achter je. En je zit je rustig te scheren. Zeepblok een beetje nat maken. Spiegeltje erbij. Snor. Kijk, ik had ook een baard vanochtend, maar die heb ik al afgeschoren. En ik dacht onder de douche vanochtend. Toen ik klaar ging maken voor onderweg voor deze vlog. Dat ik laat mijn snor staan. Daar op het spiegeltje. Kijk, en daarom heb ik deze helm. Het is een Amerikaanse helm. En die neem ik gewoon mee. Zie je? Ik ga geen Hitler snorretje maken. Ah. Oh. Kijk, daarom is dat spiegeltje heel belangrijk. Om te zien wat je doet. Maar dat hoef ik jullie niet uit te leggen, dat snappen jullie wel. Very nice, hè? Very nice. Eigenlijk ook zo'n Italiaans snorretje, hè? Ja. Mussolini snorretje. En waarom doe je je snor eraf scheren? Dan lijkt je ouder. Een soldaat moet er proper uitzien, moet er netjes uitzien. En dan berg je hem op. Zo, mijn snorretjes eraf. Ik ben weer mooi om voor de vrouwtjes.
Heel belangrijk. Zo, je bergje erop. Je vingercremmetje erop. Voor je babyface. Oh. Mm. Zo. En natuurlijk moet ik ook mijn tanden poetsen. Doe ik ook eventjes voor. Denk je, eeuw. Ik heb mijn scher geschoren. Maar soms kan dat niet anders. Soms heb je maar gewoon een teltje water. En dan doe je dat gewoon zo. Oh, dit is wel heel... Dit is wel heel hard. Eeuw, vies tandenstaan. Maar weet je, die tandenstaan niet meer goed hoor. Normaal moet het 2 minuten. Maar deze is... te leren, maar deze tandenstaan zo smeren. Nou, en als je klaar bent, dan doe je gewoon dit. Klaar. Dat was het. Mother dear, I'm writing you from somewhere in France, hoping this finds you well. Sergeant says I'm doing fine, a soldier and a half. Here's a song that we'll all sing, it'll make you laugh. We're gonna hang out the washing on the jeans. Fine, we'll just rub along without a care. We're gonna hang out the washing on the jeans, please. Yo, nu hebben jullie gezien van hoe de uniforms eruit zien. Ik ben nu als een medic. Seaford Highlanders medic. En Geertje die heeft een regencape en draagt een buitwapen. De Duitsers. We hebben die even gebruikt, gewoon meer als impressie voor hoe het eruit ziet als een de Britse soldaat een wapen was. We hebben geen Lee Enfield. We hebben ons best gedaan om goed mogelijk eruit te zien. Ik zal in het begin tussen de soldaten, wat we net hebben gezien, heb ik foto's gedaan met teksten van wat er aangekondigd wordt. Nu gaan we een stukje lopen en dan laat ik het een stukje zien van het dorp en de mensen. Is goed, hoi. Correctie. Ik ben bijna niet aan.
Hij is aan. Het duurde lang. Ja. De geallieerde troepen worden aangevallen door pandatten. Ik ben een medic, dus... Kan niet. Laat zo. Gelukkig is de medic aanwezig als we aangevallen worden. Niet als de medic ook gewond raakt. Daar een Duitse sniper. De Germans zijn daar. Hey, top dat jullie weer kijken. Dit was een kleine impressie van hoe we dingen, hoe we lopen en bewegen en praten. Ik heb mijn best gedaan. Ik ook. Ja, we doen ons best. En we hebben heel veel bekijks, kleine kinderen die keken naar ons. Ze deden even een klein toneelstukje hoe dat ging. We doen ons best, we hebben niet echte wapens of zo. Maar we doen ons best. Ik heb geen snoepjes bij voor de kinderen. Nou, boeien. Ja. Normaal heb ik er altijd bij. We wisten niet dat we kwamen. Kijk, allemaal kleine kinderen. Zwaai nou. Jullie komen in op YouTube. Ja. Dus wij gaan deze vlog nu afsluiten. Dankjewel voor het kijken. Dit was tot de volgende. Vlog 11. Vlog 12 gaan we over hebben over Blanco. Tot kijken.